Hallo, ik ben Gaby. Wil je weten hoe deze heerlijk romige cheesecake met frambozensaus smaakt? Het is super makkelijk. Blijf kijken. Wat heb je nodig? Nou, om te beginnen natuurlijk een pak Dr. Oetker Verwend cheesecake. 25 gram boter, 2 eieren, de monchoux zacht en luchtig en 125 gram crème fraîche. Nou, wat zo makkelijk is aan de Verwend cheesecake, is dat je eigenlijk meteen kan beginnen. De bakvorm en de saus, die zitten namelijk al in de doos. We gaan de oven voorverwarmen. Zorg ervoor dat je het rooster net iets onder het midden van de oven plaatst. En verwarm je elektrische oven voor op 150 graden. Mocht je thuis een andere soort oven hebben, kijk dan even op de zijkant van de verpakking voor de juiste temperaturen. Nou, we gaan beginnen aan de bakvorm. Die zit in de verpakking. En je ziet dat de bakvorm geperforeerde randen heeft. Deze geperforeerde randen, die druk je naar beneden. Doordat je dit doet, zorg je ervoor dat de cheesecake zo meteen heel mooi opstijft in de oven. Nou, om de bodem te maken hebben we natuurlijk de boter nodig. Die gaan we verwarmen in een pannetje. Het smelten van de boter, dat is zo gepiept. Dat gaat heel makkelijk. Ik pak alvast mijn rek erbij. Nou, wat zei ik? Het is zo gepiept. De boter is al volledig gesmolten. Het pannetje haal je van het vuur. En vervolgens voeg je de bodemmix aan toe. Nou, dat ziet er heel goed uit. En het ruikt ook ontzettend lekker. Dan gaan we de kruimelbodem verdelen over de bakvorm. Zo. Even alles goed in de bakvorm scheppen. Ik gebruik de achterkant van een lepel, dus echt de bolle kant, om de bodem aan te drukken. Je ziet dan dat het wat makkelijker gaat. Zo. Het ziet er dan uiteindelijk zo uit. De bodem die leggen we even weg en dan gaan we aan de slag met de cheesecakevulling. Om te beginnen plaats ik de monchoux zacht en luchtig in mijn beslagpan. Doe het hele kuipje in mijn beslagpan. Vervolgens de crème fraîche. Deze is al afgewogen. Dit is 125 gram. En ik ga dit geheel mixen. Zorg ervoor dat je de monchoux en de crème fraîche op de laagste stand mixt. En het hoeft niet luchtig geklopt te worden, maar slechts tot een gladde massa. Nou, het mixen gaat wel heel snel, want het is al een mooie gladde massa geworden. Dan gaan we de eieren aan toevoegen. Dat is 1. En dat is 2. En als de eieren eraan toegevoegd zijn, mag ook de cheesecake mix erbij. Ook dit geheel gaan we weer mixen. Ook weer op de laagste stand. En let er ook nu op dat het geheel niet luchtig geklopt hoeft te worden, maar slechts tot een gladde massa. Nou, het mixen is nu klaar. Nu pakken we de bakvorm er weer bij en verdelen het beslag over de vorm. Nou, het is een mooie gladde beslag geworden. Om de cheesecake nu nog mooier te maken, gebruik ik dit zakje met frambozensaus. Wat ga ik doen? Ik verdeel 4 dikke strepen in de breedte van de cheesecake. Dat is 1, 2... 3 en 4. En vervolgens ga ik met een mes in de saus en trek ik er in de lengte een streep doorheen. De andere kant op voor een extra mooi effect. En voilà, de laatste. Vervolgens gaat de cheesecake 50 minuten in de oven en bakken we hem gaar. Pas op je handen. Zorg ervoor dat je de cheesecake in het midden van de oven plaatst. En bak hem in 50 minuten gaar. Super makkelijk dus. Zo, de cheesecake is na 50 minuten klaar. En wauw.
Wat ziet hier mooi uit, zeg. Ik krijg er nu al zin in. Je ziet dat de cheesecake in het midden nog een beetje vloeibaar is. Maar dat is niet erg. Tijdens het afkoelen stijgt de cheesecake namelijk nog een beetje op. Wil je de randen iets donkerder hebben, dan kan dat. Laat de cheesecake dan 10 minuten langer in de oven. En nu laten we hem nog eventjes afkoelen en plaats hem vervolgens 2 uur in de koelkast. Zo, we zijn nu 2 uur verder, dus ik ben heel benieuwd naar de cheesecake. We gaan kijken. Nou, de cheesecake is klaar hoor. En hij ziet er overheerlijk uit. Ik maak de cheesecake nu los van de bakvorm. Het is heel makkelijk. Je drukt de geperforeerde randen naar beneden en kunt er maar dan eigenlijk gewoon uitschuiven. Nou, het water loopt me al in de mond. Ik verdien nu wel een stukje cheesecake, dacht ik zo. Voor meer tips, variaties en nog meer lekkere bakrecepten ga je naar utker.nl. Veel bakplezier!